De Haitiaanse premier Ariel Henry is in Suriname. President Chandrika Prasad Santokhi sprak de buitenlandse gast gisteren onder andere over het belang van veiligheid op Haiti. Voor bevordering van duurzame ontwikkeling en de regionale veiligheid als geheel. Het staatshoofd benadrukte dat Suriname multilaterale inspanningen zal steunen, zodra de details van de multinationale missie zijn uitgewerkt. Suriname zal in kaart brengen wat voor steun aan deze missie geboden kan worden. De president was gisteren ook de gast tijdens een lunch op het Haitiaanse consulaat. Surinamers en Haitianen hebben overigens een sterke band, vooral op het gebied van erfgoed en cultuur. Als Caribische landen collectief en individueel moeten we volgens de president werken aan versteviging van onze samenwerking en zo de impact van de uitdagingen tegengaan. We moeten zoeken naar mogelijkheden voor een veiliger samenleving met vrede, respect en begrip, aldus de president.